En daar hebben we Rijka. Die loopt lekker los te strunen. Kom maar. Rijka. Ja, hallo lieve vrienden. Goedemiddag allemaal. Ja, het is weer tijd voor een nieuwe vlog aan te kondigen voor Corina en de Beestenboel. Het is vandaag zondag 20 september en we leven om 4 minuten over 2. Ja, weer laat, maar lekker belangrijk, meneer. Nee hoor, helemaal niet belangrijk. Ik ga straks dat weer opruimen, want het staat allemaal weer uit elkaar en weer wat grote dingen erbij dat weer niet in elkaar kan. Maar ik ga eerst even mijn kleine lieve viervoeten eruit laten. En ze is niet helemaal in orde, ze heeft overgegeven. Dus ja, ik denk buik even van streek, want gisternacht aan de diarree. Niet gegeten, ja, een paar stukjes, meer niet. Ze taalt er niet naar. Ze heeft wel geslapen, maar ook niet lang. Dan heeft ze me weer wakker gemaakt, moest ze er weer uit. Nou, en vanochtend heeft ze overgegeven een paar keer, dus ja. Maar kom wel goed hoor. Ja, ze ziet er niet ziek uit of wat dan ook. Ze is gewoon wat gek doen en alles, dat wel. Maar ik denk dat de maag gewoon wat verstreek is. Hé, meis? Jij, schat. Wat? Dikke, wat doe je dan maar? Je kriebelt met je neus. Maar oké, ja, we gaan genieten. Ik moet dat gewoon opruimen. En er is vandaag... Ik heb wel een krantje gisteren gehad. Ik weet niet wat er nu nou te doen is. Ik denk helemaal niks. Het mooie aan dit vak is het contact tussen mensen en dieren. Ja, daarom heb ik ook dieren. Ja, maar er is, meestal staat het op de voorkant en staat het lees verder op pagina dat en dat. Maar nop en jendo, nee. En het is het nieuwe krantje, Helder Nieuwsblad. Nou, geslaagd open monumentenweekend. Ja, het was zeker geslaagd. Ja. Ja, dat was zeker leuk. Maar ja, dat moet allemaal nog in elkaar gezet worden. Hè? Waar ik ben geweest. En dat staat nog op mijn camera. Ja, ik moet hem nog leeghalen. Moet ik ook vandaag nog doen. Ja, erg hè. Ja. Maar ja, maakt niet uit hoor. Nee, het komt allemaal goed. Ach, een poesjebeestje die zoekt een baasje. Een zwart-wit poesjebeestje. Maar ja, oké. Zo zijn er nog meerdere dingen. Oh, leuk. Vis jij ook steeds achter het net? Nee, want ik vis niet meer. Ik heb het wel gedaan trouwens. Ja, ik heb wel gevist. Was wel leuk. Nou ja, oké. Ik zit een beetje uit mijn nekharen te zwemmen, maar dat maakt ook niet uit. Maar het is wel zo, ik heb vroeger gevist. Ik heb een hengel gehad en al. Jazeker. Enkel, ja. In je eentje, nee, is niks aan. Dan wil je toch een partner hebben die ook daarvan houdt. Tenminste, een partner, een vispartner. Ja, een maatje. Maar ja, ik heb mijn spullen weggedaan. Het hoeft voor mij ook niet meer, nee. Het hoeft voor mij ook niet meer. Ik begin er ook niet meer aan. Ik heb andere hobby's. En dat is jullie. Ja, jullie bezighouden. Mijn vrienden. Ja. En mezelf bezighouden. Want hey, je bent zelf ook bezig. En dan plaatjes maken. En dan Facebook. Enkel, ja, ik zou dolgraag weer eens over naar Second Life toe willen. Waar ik mijn mannetje heb leren kennen ook. Dat is een live game. Second Life
www.vishij.com. Het is geen dating site, nee. Maar in ieder geval, daar kun je dus, daar word je geboren, want zo praat je er ook over. Je wordt daar geboren als een poppetje, maar je moet zelf, moet je dus al aangeven wat je bent, vrouw of man. Maar je kan je poppetje al daar, kan je veranderen. Ook al ben je in real life een vrouw of een man, dan kan je aangeven dat je daar een man wilt zijn. Dus dan moet je een mannennaam bedenken. Dan krijg je een mannenpoppetje of een avatar. Maar die avatar kun je dan zelf helemaal veranderen in jouw wens. Hoe jij daar wilt leven. Oké, bij wijze van spreken een dolfijn willen zijn. Dus jij denkt van, hoe zou het zijn als ik ooit terug zou mogen komen in een tweede leven? Als dolfijn, of als elfje, of als een vlinder, of een boom. Ja? Heb jij wel eens bomen zien lopen? Nee hè, ik wel. Mijn man die had bij wijze van spreken ook een avatar als boom. En nou ja, dat veranderde hij zichzelf in een boom en dan liep hij er gewoon mee. Ja, nou dat is gewoon hartstikke leuk. Ik zelf heb ook een elfje, nou dan ben ik heel klein. Maar hartstikke leuk jongens, ja. Dat is genieten. Nou en daar zou ik dolgraag weer eens naartoe willen toe, om daarin te spelen. Ik heb het op mijn computer staan, weet je, maar ik heb het altijd druk met andere dingen. Nou, en ik wou dat eens een keer over was. Maar oké, maakt allemaal niet uit. Ik zit er tegen het oude snoer. Ja, ik heb een snoer aan mijn stoel hangen van mijn AB. Want ik heb een. Kan ik die. Ja, kijk. Dan kan ik omhoog. Even zien. Dat is die knop. Ga ik omhoog. En die knop ga ik weer naar beneden. Nou, en die zit met klittenband aan mijn stoel. Dus ja, helemaal geweldig. En dus dat snoer, dat hangt naar mijn accu toe. Naar mijn accu toe. En dat zat even tegen mijn voet aan te bengelen. En dat kriebelt natuurlijk. Maar oké, lieve vrienden, weer genoeg gepraat. We zitten alweer, zoveel. Ik heb nog niet gepraat, van de week was het nog veel langer. We zitten nog 6 minuten, en zoveel seconden. Hé, Ewen, hallo, kom jij er ook nog bij? Kom dan. Goed zo, meisje. Hé, goed zo. Goed zo, kind. Nee, wil je niet kroelen? Wil jij niet? Hé, ik krijg straks weer kippie. Ja. Maar oké, nogmaals, lieve vrienden, geniet van deze mooie dag. Want dit is de mooie laatste dag die we krijgen, werd ons beloofd. Want we krijgen slecht weer. Herfstweer, stormregen en noem maar op. Alles wat met herfst te maken heeft, dat zouden wij krijgen. Dus ja. Ik zit ook te denken om die afwas maar te laten staan en even jullie mee te nemen naar het Chatterpark en naar Kwelderduin. Nemen we Rijken ook mee en dan de herfstkleuren kijken of daar heb ik helemaal van de week nog niet opgelet. Nee, herfstkleuren, paddenstoeltjes. Ja toch? Ja, dat lijkt me wel wat. Neem ik niet de GoPro, maar gewoon deze mee. Zie ik wat leuks, dan film ik. Ja toch? Nou, dat doen we. Ja, dat doen we gewoon. Simpel. Geef ze met Rijk uit. Tot later! Rijk uit! Hey! We zijn op de dijk aanbeland, lieve vrienden. En het waait hier als ik weet niet wat. Er loopt de meneer voor mijn beeld langs, maar dat maakt niet uit. Ik ben ingezoomd, dus hij is niet te herkennen.
Dus, maar in ieder geval, een zeilbootje. Mooi gezicht toch? Ja. Schuin kopjes op het water. Ja, er staat ook een beste wind. En om nou te zeggen, oh wat is het lekker weer om te gaan zwemmen. Nou nee! Echt niet! Uitwaaien kun je op het strand, maar om te zwemmen, nou nee. Ik vind het echt geen zomer meer hoor. Niet lekker om te blijven staan. Nee. Dus ik zeg, lieve vrienden, tot later. Nou, we zijn in het Kwelderen Duin aanbeland. Ik was eerst in het Schutselpark, maar ik zie nog geen kleurverschillen. Ja, hier begint het een klein beetje te bruinen. Het is ook altijd wel mooi hoor, de natuur. Echt wel. En daar hebben we Rijka. Die loopt lekker los te strunen. Kom maar. Rijka. Ja, dat. Nee, ik moet ook op, een beetje op te letten dat ik niet voor mijn booster krijg van de wielen. En toen kwam ze weer op de booster.
We gaan lopen. Ga eens lopen. Doe maar. Lekker meisje. Lekker lopen. Ja. Lekker gek doen. Oh, een heuveltje. Het steekt hier, bah. Ja, kom maar. Nou, kom maar. Kom. Kom eens hier, kom maar. Hoppazaa, daar zit de dame weer. He? Ja, want we komen daar weer in de, bij, de, nou ja, bij gebouwen enzovoort. En dan moet ik nog even langs. Dus ik ga haar weer even aankoppelen. Want daar ken het wel eens zo nu en dan druk wezen. En ja, dan gebeuren er misschien ongelukken en dat wil je niet hebben. Dus tot straks maar weer. Ja, lieve vrienden, we zijn weer thuis. Ja, ja, en het is behoorlijk koud evengoed. En dan zeggen ze dat het vandaag de laatste zomerdag is. Met 25 graden, maar niet hier hoor, nee. Aan de kust, nou we zitten aan de kust. Zwemmen hoef je hier niet te doen hoor, want het is daar te koud voor op, op het strand. Want jullie zagen hoe de zee stond. Nou nee, nee. Ik heb het er koud van. Ja, echt. Dus, nou, Rijke die zit lekker op de bank met haarzelf te verzorgen. Ik heb een bakje koffie. Ja. En ik werd onderweg als het ware met wat is Epke Stalk. Ik denk, jeetje mine, laat me met rust. Ja, ik moet bij iemand op visite komen en dan moet ik eerst een afspraak maken. Je kan niet onverwachts komen. Nou, ik was van de week, was ik daar voor de deur, niet om op visite te gaan, nee, gewoon om te kijken hoe het gaat, meer niet. Moet ik voor dan bellen? Ook daarvoor? Ben je mee bezig? Ik moest toch verder, ik kon er toch niet blijven, ik kom toch niet binnen? Gaatje in je kop. Ja, kom op. Nou, dat is vriendschap over. Ja, kom op zeg. Jeetje mina. Ik vroeg niet of ik binnen mocht komen en of we een koffie hadden. Nee. Hoe gaat het? Gaat alles nog goed? Maar dan kom je ook niet aan toe om dat te vragen, bij wijze van spreken. Nee. Maar het is die dochter die het doet. Niet die moeder hoor. Nee, die dochter. Maar ja, oké. Ik ga er ook niet meer naartoe, nee. Mocht daar vloggen, maar... Nee, ik doe het niet meer. Nee hoor, ik zou erheen. Wordt er afgebeld. Een tijdje terug al, dat weten jullie, ik zou jullie meenemen. Wordt er afgebeld. Ze kregen bezoek, familiebezoek, en ze zouden naar de Monumentendag. Oké, nou ja, Kari was bij mij en ik ben er ook heen geweest, ja. Dus dat maakt me niet uit. Toen zou ik weer heen. Belt ze weer of het is slecht weer, blijft maar thuis. Hallo, ik ben degene die er doorheen moet, niet jij. Dus maak ik dat zelf uit. Dacht van wel, hè. Maar ja, oké. Ben thuis gebleven. Ja, ze wilden het niet hebben. Nou ja, dan niet. Dan kom je gewoon spontaan aan de deur. Om te gewoon enkel met de vraag hoe het gaat. Mag dus ook al niet.
Want van de week kreeg ik al die appjes naar mijn kop geslingerd dat ik moest... Nou ben ik weer heen gegaan om daar een gesprek over te gaan te doen. Van dat ik zo niet behandeld wens te worden. Niet door geen één. Karin die behandelt mij nog niet zo. Laat staan eigenlijk een vreemde. Kom op zeg, waar zijn we mee bezig? In wat voor leven, wat voor wereld leven wij? Om een ander even af te zeiken aan de deur? Zo zijn we niet getrouwd. Die moeder die is lief hoor, maar die dochter... Maar ja, oké. Gedaan de zaken nemen geen keer. Ik ga gewoon niet meer. Punt. Laat me gaan. Ja hoor, boeit me niet. Maar oké, ik zou zeggen lieve vrienden, geniet verder van jullie dag. Jullie weten dat we weer thuis zijn. Ik moet zo meteen achter die computer. Dat is een, morgen wordt toch slecht weer, dus doe dat morgen wel. Ja toch, loop me niet weg en het hangt me niet op mijn rug, ik hoef het niet mee te sjouwen. Het is een dikke bende, nou laat maar. Morgen weer een dag en dan ga ik lekker poetsend heen. Ja toch? Ja. Ik ga lekker de computer aandoen en ik ga renderen. Ja! Vlogjes in elkaar zien te zetten. Misschien één, misschien twee, ik weet het niet. Ik had een plaatje, maar dat was geloof ik fijne zondagavond of zo. Even met zondag te maken. Oh ja, een gezegende zondag. Dus die bewaar ik voor andere week. En die gooi ik er s'avonds later in op zaterdag. Ja. Dus ik moet ook nog een plaatje maken. Ja, voor Facebook. Maar oké, ik zou zeggen lieve vrienden. Hoe laat leven we eigenlijk? 16 uur 16. Nou ja, gelijke cijfers. Je mag alleen te doen. Hoepie! Jee! Ik ben gek, weet ik. Maar liever gezond gek dan wat anders. Ja toch? Rijka, hoi. Hallo? Wat doe je allemaal? Wat doe je allemaal? Wie is dat? Mooi meisje, hè? Daar op de vensterbank. Wow. Maar oké, lieve vrienden. Ik zou zeggen, geniet ze en tot later. Ik zou zeggen, tot dan. Doei!